Morgen is het 5 weken geleden dat we voor het laatst in Nederland een zomerse dag konden noteren met meer dan 25 graden. Maar beste kijkers, maak alles maar nat, want het wordt deze week wel warm. Hij deed gewoon alles uit het hoofd. Hij had niets op papier staan. Hij zat gewoon te denken en hij begon te praten. En dan liep hij gewoon de hele wereld door of de hele Europa door. En dat was dan het weer. En ja, hij was het weer. Ja. Vandaag zal de sneeuwopruimingsdienst nog niet zo'n groot succes boeken, omdat zolang die winter staat, die wegen onmiddellijk weer dichtwaaien. Toch zal in de loop van de dag en vanavond die wind verder afnemen. En ik verwacht eigenlijk eerst morgen dat er met veel succes weer wegen vrij van sneeuw kunnen worden gemaakt, omdat dan de wind ook bij ons tot windkracht 3 à 4 gaat afnemen en dan zal het wel weer lukken. Ja, dat was zijn lust en zijn leven. Als het maar zag of dacht van hé, er gaat verandering komen. Ja, dan werd hij helemaal actief. Dan belde hij ook overal heen, hield hij alles in de gaten. En dan zag je gewoon dat hij het haar recht overeind staan. Want dan moest hij alles weten. Dan hield hij ook de radio's bij met de boten of er ongelukken waren. En dan wou hij er ook alles van weten. Als de oom weer aankwam, gladheid, door ijzel bijvoorbeeld, storm, dat was ook een van die items. Ja, dan kwam hij ook niet meer aan tafel. Ik bedoel, normaal zaten we allemaal met elkaar aan tafel. Maar dan kwam hij niet meer aan tafel en dan bracht ik hem even een hapje hier in zijn weerkamertje. Pelleboer heeft van zijn hobby zijn werk gemaakt. Juist het veranderlijke in het weer blijft hem boeien. Een weerkundige is het slechtst te spreken wanneer je dagen achterin hetzelfde weerbeeld hebt. Ja, het meest boeit mij dat het aldoor verandert. En dan vind ik het leuk als je dat kunt om dat op tijd aan te kondigen. Het lukt niet altijd. Boerenzoon Jan Pelleboer verspreidt als jochie van 9 een eigen weersverwachting onder de boeren in zijn dorp Serenbroek. Gebaseerd op eigen waarneming van windkracht, temperatuur en luchtdruk. Na de landbouwschool solliciteert hij bij het KNMI dat hem in dienst neemt en stationeert op vliegveld Eelde. Met simpele instrumenten vlak naast de baan opgesteld, met soms met gevaar voor eigen leven aflezen daarvan. Als een toestel niet helemaal netjes voor de baan kwam, maar iets daarvan afweek, was echt handwerk. Hij was observator, was de officiële naam observator van KNMI. Dat was dus het waarnemen van wat veel meer met de hand gebeurde als tegenwoordig uiteraard. De wolkenhoogte meten, kijken hoe de luchttemperatuur was, dat was in de thermometerhut. En ja, eigenlijk was hij er al door mee bezig. Zo'n hut die stond ook buiten en dan moest je elke half uur heen om daar je waarneming te doen. En die waarneming die werd dan per telex overgefaxt naar het beeld. Nu is het veel meer vanuit kantoorgebouwen, zeg maar, met beeldschermen, knopjes drukken. Je kunt de gekste dingen kun je binnenhalen, dat is dan weer een ander voordeel. Maar dat is toch een heel verschil. De affiniteit met het weer is nu toch anders dan die toen was. Jan Pelleboer ontmoet in Paterswolde de 6 jaar jongere Jannie, dochter van Huizinga, zijn pensionbaas. Toen deed ik de deur open, ik was 14 jaar, ik had nog vlechtjes. En toen zei ze, jij bent zeker de dochter van de baas? Ik zei, ja meneer, heel gedwee. Niet wetende dat mijn toekomstige echtgenoot zou zijn. Op 31 augustus 1951 trouwen Jan en Jannie. Something to me, something that simply mystifies me. Tell me, why should it be? You have the power to hypnotize me. Let me live 'neath your spell.
to me that nobody else can do. Acht jaar lang, van 1946 tot 1954, werkt Pelleboer bij Meteo Eelde. Maar het KNMI blijkt steeds meer een keurslijf dat gaat knellen. Jan die wilde wat meer dan hij eigenlijk toen deed. Hij was bezig met het volgen van het weer, het doorgeven van het weer, het doorgeven van berichten aan gebruikers, aan vliegers, maar ook aan andere mensen. En dan praat ik eventjes over de luchthaven zelf. Hij wilde eigenlijk ook met die gegevens zelf wat doen. Hij wilde zelf weersverwachtingen maken en daar zijn eigen draai aan geven, zijn eigen visie op geven. Hij was een boerenzoon, was gewend om lange dagen te maken ook. En hij was er zo mee bezig altijd met het weer, dat als die 8 uur dienst om waren, dan vond hij dat maar niks, want dan mocht hij niks meer doen. Dus toen ging hij toch langzamerhand dingetjes ontwikkelen. Dus kijken of een lezing, kijken een stukje in een krant enzovoort. En ja, dat was eigenlijk het begin van zijn loopbaan. We hebben er veel over gepraat, we hebben ook met vrienden erover gepraat. En toch zou hij niet gelukkig zijn als hij hier was gebleven. Toen hebben we gezegd, we moeten toch maar wagen, toch maar zien wat er van komt. De jonge journalist Jacques d'Ancona is in de midden jaren 50 Pelleboers collega bij het Nieuwsblad van het Noorden. Samen werken ze elke zondagavond op de sportredactie van de krant. 13 jaar lang. En dan was hier het Telex-hok. Telex was een alweer historisch apparaat waar de berichten uit binnen- en buitenland binnenkwamen. En daar scheurde Jan Pelleboer, als medewerker van de sportredactie, de telexen en kwamen dus de uitslagen binnen. Overigens schreven wij ook uitslagen op het bord voor de op het Zuiderdiep verzamelde menigte, die kennis nam van wat Bikwik, Velocitas en Oosterparkers hadden gepresteerd. Dan gingen we naar het Nieuwsblad van het Noorden naar het Zuiderdiep. Dat was altijd op een zondag. En dan, het leuke ervan was dat je natuurlijk tussen al die ratelende telexen door mocht lopen. En dan werden de broodjes gehaald van de overkant van de cafetaria. Maar het meest bijzondere wat me toch bijbleef is dat dan de uitslagen werden met krijt op een bord geschreven. En die werden dan voor het raam gehangen. En dan stonden er echt honderden mensen op het Zuiderdiep om de voetbaluitslagen te lezen. Nou, dat is echt onvoorstelbaar. Honderden mensen. Hij zei zelf altijd van ja, dat bevalt me daar prima. Ik moet altijd broodjes halen en de telexen afscheuren enzovoort. Moest hij weer de bestellingen opnemen, dan moest hij naar het broodjeshuis om 's avonds de broodjes op te halen. En ja, kleine stukjes schrijven en uitslagen bijhouden. Dan kwam er wel eens op de latere zondagavond een discussie binnen de sportredactie en de medewerkers over 1-0. Ik dacht dat het 0-1 geworden was. Dan zei Jan Pelleboer, en dat zijn toch historische woorden, 1-0 of 0-1. Wat maakt dat nou uit? Jan en Jannie Pelleboer hebben inmiddels 3 kinderen. De zonen Henk en Doedi en dochter Iti. De vakantietripjes van de familie worden zorgvuldig met de camera vastgelegd. De schaarse vakantietripjes. Lange vakantie zat er gewoon niet in, want dan moest er een vervanger komen. Die vervanger moest betaald worden door ons. En we hadden geen vakantiegeld van een of ander iets, dus daar ging dat dubbel op. Dat liet je wel uit je hoofd. En zeker in het begin, dan kon dat helemaal niet. Dit was zijn weerkamertje. Hier had hij zijn bureau, wat altijd helemaal vol was. Nou, de windklok is er nog steeds. En dan de kaart die hij gebruikte voor de wereldomroep. Liep hij in gedachten zo bij alle landen langs. Ja.
Pelleboer. Ja, daar zijn we weer. Wij stonden vreselijk op tijd altijd. Daar moest helemaal rekening, werd daar ook mee gehouden, ook met het eten. Precies om zo laden kon de warme maaltijdsmiddags, want om 12:30 dan was radio, nou die en die. Op vaste tijden moest hij altijd naar de verschillende kranten bellen. Op vaste tijden moest hij naar de verschillende weerberichten in het buitenland bellen, om daar zijn eigen prognoses, verwachtingen op te formuleren. En alles stond in een Huize Pelleboer in het teken van de tijd. Het was wel eens zo dat hij bijvoorbeeld om 12:55 had hij geloof ik Radio Noord ook, of Radio Drenthe of Tros. En dat hij dan 7 minuten voor 12:30 nog niet binnen was, was hij even door ben geweest, even wat wegbrengen of ophalen of wat dan ook. Nou, dan had ik het al benauwd. Dan dacht ik, oh jee, nu gaat het fout. En dan ik voor het raam staan, kijk alsjeblieft kom, want straks gaat die telefoon in, wat moet ik dan? Want ik kon er niks mee natuurlijk. Maar dat is, nee, het is altijd goed gegaan. 3 seconden. Ja, prima. Het lage drukgebied, dat al... Inmiddels heeft Pelleboer de informatie van de satelliet en de weerrapporten van de telex bestudeerd. En terwijl hij een stukje voor de krant typt, is er even tijd voor een boterham met pindakaas. Zou je niet vergeten? Nee, 3 schepjes. 3? Goed? Haha, dat is goed. Ab Olling maakt nog altijd Dorpsklanken, de weekkrant van de gemeente Eelde-Paterswolde. Hij deed dat tientallen jaren lang, vanaf 1956, samen met Jan Pelleboer. En niet om er rijk van te worden. Hij verdiende de eerste jaren met Dorpsklanken helemaal niks. En later kregen we 3 gulden per week. Hij en ik, samen, ieder. Dus daar hoefde hij die niet om te doen. Het was... Nee, het was niet iets om te zeggen dat is een leuke bijbaan, dat betaalt lekker. Want ja, dat was het gewoon niet. Odding Pelleboer was een ongewoon duo. Pelleboer was politiek actief voor de VVD in Paterswolde, Odding voor de Partij van de Arbeid. Ze werden wel eens gevraagd door een eigen partij en van hé, zeg, je moet eens opletten. En dan werd Pelle op matje geroepen, je moet eens opletten, want het wordt nou langzamerhand zo'n socialistisch krantje. Of Ab Odding werd op matje geroepen en zei, nou, jij moet beter op je mensen letten ook, want dit komt niet goed. Dit wordt zo'n liberaal krantje, dit kan ook niet. Nou, wij zeiden, dat is eigenlijk het beste bewijs dat het toch redelijk goed zat, dat ze allebei gingen klagen. Bij een verkiezing, een naderende verkiezing, toen werd ons gevraagd, wil jij wel een stukje schrijven voor de PvdA, in een soort propagandistisch stukje. En dan doe ik het voor de VVD, zei hij. En goed, is, nou, als het moet, hè, dan doen we dat. Hè. Dat gebeurde voor alle partijen overigens. En 's middags belde hij mij op en toen zei hij, we doen het anders. Hij zegt, zie jij kans om een gunstig stuk te schrijven over de VVD van 400 woorden? Dan maak ik een gunstig stuk over de PvdA. En eens kijken of ze dat ook merken. Nou, dat hebben we gedaan, maar er is niemand die het gemerkt heeft. Er waren zelfs mensen die ons complimentjes maakten voor het prachtige artikel wat we geschreven hadden. En absoluut niet konden geloven toen we later vertelden dat het kruiswerk geweest was. Heel blij altijd met zijn operettevereniging waar hij dus, waar wij eigenlijk samen 30 jaar lid van geweest zijn, maar daar had hij ook bestuurlijke functies, voorzitter, secretaris van het VVV is hij hier geweest. Ook die maatschappelijke dingen, daar dook hij graag in. Verenigingen die er niet waren, vond hij leuk om die op te richten. Er hoefde maar iets te wezen waarvan hij dacht, hey, daar is volgens mij behoefte aan in het dorp, dan organiseerde hij gewoon zoiets. Hij is aan de wieg gestaan van het oprichten van de judovereniging. Omdat mijn broertje wat problemen had, dacht hij van, hey, we hebben geen judovereniging, er moet een judovereniging komen. Nou, zo zijn er heel veel verenigingen waar hij zich heel intensief voor ingezet heeft of dingen opgericht heeft. Nee, absoluut heel betrokken bij zijn omgeving.
Het KNMI heeft op 35 plaatsen in Nederland een zonneschijnmeter staan. Die werkt als volgt met een massieve glazen bol, net als een brandglas. Als de zon schijnt, brandt deze een streepje in een strook met een uurverdeling. Uit deze registratie blijkt dat in het kustgebied, met name in Zeeland, de zomer de meeste uren zon geeft, ruim 600. Tegen slechts 450 uren in het oosten van Gelderland, maar daar is het dan weer warmer met minder wind. Maar het verschil is nogal aanzienlijk. Vanaf 1 juni heeft het KNMI nu een tekort van ruim 90 uren zon. Dat is vrij veel. Maar ruim 30 jaar geleden was er al iemand, Eddie Christiani, die zong: ik zie de zon, al schijnt ze niet. Mochten de komende julidagen wat somber zijn, probeer u dat ook eens. Hij beperkte zich toch hoofdzakelijk wel tot de inhoudelijke kanten van het weer. Hij maakte er wat grappen omheen. Maar hij maakte het weer heel toegankelijk voor het grote publiek. Het was niet meer het, laat ik maar zeggen, wat saai voorgelezen weerbericht zoals je dat altijd al gewend was. Maar hij gaf daar een beetje jeu aan. En dat was, het sprak gewoon aan. Luisteraars, dat weer van afgelopen winter was niet helemaal wat het moest zien. Oh, wat was het koud. Ik heb praktisch iedere dag de open haard gehad. En dat alleen al heeft me zeker 174 gulden gekost, alleen aan lucifers. Op één nacht was het zo koud dat de sneeuwman die ik 's middags had gemaakt midden in de nacht aanbelde of hij 5 minuten binnen mocht staan. Ja, Marjantje, Bellen. Jan Pelleboer met mijn persoonlijke top 5. Zo ga ik lekker op de disco tour, de hit verreed te lijf. Kan vriezen en kan dooien, dus gaan we vliegens vlug van start. Marco Bakker staat bij mij op 5, want de muziek komt als het ware uit zijn hart. Het was wel onvrijheid om zo ergens heen te gaan. Naar een tentoonstelling, naar het vliegveld waar vliegfeesten waren. Nou, een keer zijn we erheen gegaan. We zeiden, we gaan vroeg heen, 9:30. Met 10 uur waren we weer thuis, en toen waren we zo vaak aangesproken en kinderen werden op ons afgestuurd. En nou, we zeiden, dit wil helemaal niet langer, we gaan weer naar huis. En als hij dus naar het Corso ging, waar 90% van de bezoekers ook van buiten kwam, en hij liep voor de tribune langs, dan waren er heel veel mensen, ja, dat gaat zo met bekende Nederlanders, die zeiden, hey, daar heb je Pelleboer ook. Dus iedereen die zat zo huppelepup naar hem te wijzen. Daar had hij een hekel aan. Wat deed hij dus? Hij zette een pet op, een kunstsnor, een nepsnor en zonnebril op en niemand die herkende hem. Als ik op stap ben, wij gaan samen nog wel eens ook in Nederland een weekend, dan pas ik mij wat aan. Een pet en een zonnebril, dan probeer ik mij wat onherkenbaar te maken, want die bekendheid daar hoeft voor mij niet zo. En lukt dat? Ja, dat lukt. Ja, daar hebben we voorbeelden van dat lukte. Wij zijn in Scheveningen geweest. En we hebben een proef genomen, dan loopt mijn vrouw 3-4 meter achter mij. Met pet en zonnebril geen enkele reactie. Pet en zonnebril af. Nou, dan kun je beter thuis blijven. Hij zei altijd, en dat vond ik zo waar altijd. Hij zegt, het is ook zo betrekkelijk. Want in Boende is Pelleboer kan zo'n bekend, zei hij altijd. En dat was ook zo, je bent over de grens en het is over. Dus het gevolg was dat we ook veel over de grens geweest zijn. Nou, dat is toch ook wat. Valt mijn voorspelling toch nog in het water? Nou, dan moet ik toch eens even met moeder of vrouw over spreken. Het is hier altijd hetzelfde liedje. Maar ik beloof u, morgen wordt het weer. Als je zo beroemd bent als Pelleboer, dan kan het niet uitblijven dat je met een zo karakteristiek stemgeluid ook wordt geïmiteerd. Nou, Robert Paul haalt daar nog steeds de revenuen van binnen. Het was een prachtige cd. En ik weet niet of Jan dat leuk gevonden heeft. Sterker nog, ik weet het wel. Hij vond het helemaal niet leuk, want op dat moment wilde hij toch serieus genomen worden. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me. Hij vond alles prachtig. En hij verbaasde zich over de bedragen die hij kreeg, ergens 1000 gulden voor of zo. Nou. Ja, hij zou niet meer in deze tijd passen wat zakelijk inzicht betreft. Dan hadden we iemand moeten hebben die dat voor hem ging regelen.
En dat hebben wij niet gewild, want daar gaf je ook weer een stuk van je eigen leven, geef je daarmee uit handen. Dit verstaan wij onder plaatselijke buien. In 1984, na 5 jaar Trostelevisie weerpraatjes, vindt Pelleboer het genoeg. Hij moet iets te vaak naar zijn smaak de clown uithangen. En er blijven meer dan genoeg opdrachtgevers over. De Zwolse Krant, het Nieuwsblad, en de Dorpsklanken heb ik er natuurlijk ook bij gezet. Hè. De Telegraaf, de Ter Degen, de Boerderij in Doetinchem, de Haagse Krant, Parool, Hogeveense Krant. Elsevier en Story heeft hij nog een poosje gedaan. Er waren er heel wat. Pelleboer. Goedemorgen, Jan. Gisteren viel het weer van wat tegen, maar vandaag is het stralend weer. Blijft dat zo de hele dag? Ja, er valt wel wat regen bij Schotland en bij Noorwegen, maar dat is ver van ons bed. Ik denk dat wij de komende dagen... In 92 stopt Pelleboer met zijn fameuze radiopraatjes. Hij is 68 jaar oud en wil het rustiger aan gaan doen. Maar dan komt de 18e juli. Het 8 uur journaal met Joop van Zijl. Goedenavond, het nieuws van zaterdag 18 juli. Weerman Jan Pelleboer is in zijn woonplaats Paterswolde overleden aan een hartstilstand. Vlak nadat hij vanmorgen opstond, werd hij plotseling onwel. Ja, het had misschien wel anders kunnen gaan, maar een lange lijdensweg en dan misschien toch nog een goed gesprek willen hebben. Nou, ik ben blij dat hem dat bespaard is gebleven. Nee, we hebben niet de gelegenheid gehad om afscheid te nemen. Het was zo klapboems ineens over. Nee, dat hebben we niet gehad, maar ik heb daar ook geen problemen mee gehad. En misschien heeft daar die laatste avond aan meegewerkt, ik weet het niet. Want uitgerekend op de avond voor zijn overlijden kijkt Jan Pelleboer samen met Jannie naar oude familiefilms. En een week eerder neemt hij Jannie mee op een nostalgisch tripje naar zijn geboortestreek. We zijn bij buren geweest, we zijn bij kennissen daar in de buurt geweest. We zijn naar kampen gegaan waar hij op de landbouwschool had gezeten. Hij heeft ons de landbouwschool laten zien. Hij zegt, in dat lokaal zat ik. We zijn de hele zaterdag daar in die omgeving geweest. Dat was de laatste zaterdag. Denk je dan achteraf, hij heeft het toch een beetje voorvoeld? Ja. Daar weet ik niet goed antwoord op te geven. Is dat toeval, is het geen toeval? Ik kan daar eigenlijk geen zinnig woord op zeggen. Ik weet het niet, maar bijzonder was het wel. Een eeuw geleden hadden wij geen computers en ook geen satellieten. Onze voorouders hadden dit boekje voor het weer, de onfeilbare weervoorspeller. En let u eens even op het jaartal, 1880, 101 jaar terug. En als we nu naar de verwachtingen kijken op de eerste bladzijde, dan zien wij dat het weer gevoelig bleek te zijn voor kleine muggen, voor een regenboog, voor nachtegalen, tjilpende mussen, uit het water springende vissen, die allemaal mooi weer aankondigen. En let u nu eens op de negende, onderaan. Wanneer bij regenachtig weer en 's nachts de uilen meer dan gewoonlijk krassen, mooi weer. Nou, nu wil het dat ik de laatste dagen zelfs overdag een uil heb horen krassen. Nou, dan moet het toch wel warm en zomers gaan worden. Ik denk dat hij zeer baanbrekend werk heeft gedaan, destijds ook samen met Hans de Jong. Om een, laat ik zeggen, een beetje een gat in de markt was. Hè, dat je een beetje het weer populair maakt voor een groot publiek. Dat hij dat heel erg goed heeft opgepikt, aangevoeld en uitgebouwd. De volgende generatie weermannen die daar achteraan kwamen, die mochten ook weer in beeld. Wat in het begin helemaal niet mocht. Je zag alleen zo een handje, zag je, met een stiftje of wat dan ook. Maar een weerman zag je niet. En dat hebben ze dan best in de gaten gekregen. Dat het daardoor wel veel persoonlijker wordt en ook makkelijker uit te leggen is. Als dat je dat alleen technisch doet, heel veel mensen vinden dat niet prettig. Die willen van die meneer horen wat,
Wat het wordt, of het koud of warm of hoe dan ook wordt. Ja, je merkt ook in het dorp zeker dat er nog steeds activiteiten zijn waar de naam van pa nog steeds genoemd wordt. En ik hoef maar ergens te komen, en zeker de oudere jeugd, laat ik het zomaar zeggen, die zeggen van oh, nog steeds ben je de zoon van. Dus dat leeft zeker nog. Maar laten we eerlijk wezen, dat is natuurlijk een jongere generatie, het hoeft maar 10 jaar terug te kijken, die zoiets hebben van Pelleboer, geen idee, ja, that's life. De erfenis die hij heel Paterswolde heeft nagelaten, dat is vooral die krant natuurlijk, dat weekblad wat toch heel uniek is. Een abonnee weekblad met veel meer tekst dan advertenties, in tegenstelling tot alle andere bladen, mag je wel zeggen. En waar altijd weer de leuke dingen de boventoon voeren, hoewel we ook wel ernstig nieuws hebben natuurlijk van mensen die overlijden, bekende dorpgenoten enzovoort. Ik weet nog precies hoe het was. En ik weet hoe die was, wat hij deed. En zonder daarover in pathetisch gemurmel te vervallen, het was een verdomd aardig mens. Welke rol speelt hij nu nog? Heel groot nog. En ik geloof niet, mensen zeggen wel, je moet het loslaten, maar ik geloof dat ik hem goed los kan laten. Maar ik leef nog altijd wel met zijn gedachtegoed, met zijn manier van leven. We hebben een hartstikke fijn leven gehad. De kinderen zijn allemaal goed terechtgekomen. Hij heeft alle kleinkinderen zien geboren. Is geen één meer nagekomen. Hij heeft, wat wil je dan meer? Je wil elkaar graag lang vasthouden.